De titel van mijn column is Verhaal. De voltallige gemeenteraad van Nijmegen is bij terugkomst van NEC bij het Goffertstadion na de verloren play-offwedstrijd tegen RKC de spelersbus binnengedrongen om verhaal te halen bij de spelers. Een unieke actie in de zo rijke Nijmeegse politieke geschiedenis. Dit leek helemaal nergens op, was de algemene teneur. Stelletje prutsers. Het werd bijna matten in het gangpad, omdat ook boze supporters naar binnen waren gekomen, maar die werden door de raadsleden snel en vakkundig naar buiten gewerkt. Wij hebben het helemaal gehad met jullie, sprak een CDA-raadslid. Geen eredivisie volgend seizoen. We zien de bui al hangen. De begroting moet natuurlijk flink naar beneden bijgesteld worden en er zal weer wel aangeklopt moeten worden bij investeerders. Daar zijn we als raad mooi klaar mee. Inderdaad, riep de financieel deskundige van de VVD. NEC heeft al een enorme huurachterstand bij ons, om over de aankoop van het stadion door NEC maar te zwijgen. Beseffen jullie wel dat de directie van NEC ons al jaren aan het lijntje houdt? Een paar jaar geleden met veel bombarie in de krant aankondigen dat er een fantastische deal met de gemeente ligt. En nu? Nog steeds niks. Niente. Nada. Dat wordt er met een nog een jaar in die tweedehands keukendivisie natuurlijk niet beter op. Jullie hebben de supporters zwaar benadeeld, bracht een SP'er naar voren. Supporters van Ajax fluiten traditioneel aan mas hun burgemeester uit tijdens de huldiging als landskampioen. De harde kern van NEC kan het bloed van Bruls wel drinken. Jullie hebben dus een enorme kans laten liggen om je eigen supporters de gelegenheid te geven Bruls eens goed in het openbaar uit te fluiten. Zo'n kans komt niet vaak voor. Geef ze die kans nu eens een keer. Als er maar geen bier naar Bruls gegooid wordt, dat drinkt hij niet. De fractie van GroenLinks wilde niet achterblijven. Voor de huldiging van Ajax op het Museumplein wordt het Van Gogh Museum gewoon gesloten. Voor een huldiging van NEC op het Valkhof sluiten wij het Valkhof Museum als het moet wel voor een week. We hebben net een paar miljoen euro subsidie gegeven. Een paar dagen dicht om jullie te laten feesten is geen enkel probleem. Dat is nu een win-win situatie. Maar schop die ballen er dan wel een keer in. De directeur van NEC sprak via de microfoon van de buschauffeur bezwerende woorden dat de begroting inderdaad aangepast gaat worden en dat hij overweegt om een part-time manager aan te stellen om geld uit te sparen. Goed plan, riep een raadslid van Stadspartij, de Nijmeegse fractie, van achteruit de bus. Trek dan ook maar part-time spelers aan die alleen de eerste of de tweede helft mogen meedoen om geld uit te sparen. Dan hou je tenminste geld over om de huurachterstand in te lopen en het stadion te kopen. Of de raad deze keer echt doorpakt, is weer een heel ander verhaal.